Telverschuur, oud-eigenaar van het Nijmeegse café Faber, heeft recent een app uitgebracht. Een app voor de horeca, genaamd James. Uh, James is een, een app, een platform op je telefoon en webbase, dus op je laptop op je computer, waar je als opdrachtgever een opdracht plaatst voor flexibele uitvraag voor horecapersoneel. En vervolgens gaat het horecapersoneel schrijft zich in in James en gaat daar kiezen waar en wanneer en voor welk tarief ze willen werken. Dat zijn. Wat James doet. Het uh, koppelen van opdrachtgevers en medewerkers in de wereld van de horeca. Het koppelen van horeca met personeel is volgens Verschuur nodig. Zelf liep hij met Café Faber namelijk ook tegen het tekort van personeel aan. Ik uh, eigenaar was eigenaar van, uh, van Café Faber en Faberplein. En dat je in de periode dat je met uh, studenten werkt. Je werkt altijd veel met studenten. Studenten zeggen op een gegeven moment centrale tentamenperiodes. kunnen ze in één keer allemaal niet werken. Op uh, het moment dat ze klaar zijn met tentamen, willen ze in één keer heel veel werken. Nou, dat levert vaak op dat je de uh, student die bij je werkt niet tevreden kan maken op het moment dat er geen werkvorm is. Maar op het moment dat hij veel wil werken, heb je dus geen werkvorm. Maar op het moment dat hij niet kan werken, uh, heb jij een probleem als ondernemer, want dan heb je mensen nodig. Nou, daar dacht ik al over. Dat moet anders kunnen. Die studiedruk wordt een stuk veel hoger en de vaste horeca Zie je gewoon, los van de tijd dat je nu heel veel vacatures ziet, hè, dat er echt een enorm tekort is aan horeca medewerkers, spelen ook dit soort dingen nog een rol. Ja, ik dacht ja, daar moet een oplossing voor zijn om uh, dat gat wat er is om dat te vullen. En dat moet op een makkelijke manier kunnen, die toegankelijk is voor zowel opdrachtgever als medewerker. Daar is James eigenlijk uit ontstaan. Uiteindelijk hoopt Verschuur dat de app landelijk gaat, maar eerst moet er proef worden gedraaid in Nijmegen. Op dit moment hebben we 150 um, geregistreerde medewerkers. Dus dat zijn medewerkers die de app gedownload hebben en in ieder geval zijn gaan kijken in James. En het wordt gebruikt nu door Café Gozens, door Blue in Nijmegen en door het Wijnfort. En er zijn ook lopende afspraken met nieuwe partijen die zeer geïnteresseerd zijn in James. Bijvoorbeeld Concertgebouwde Vereniging en de Schouwburg hebben we aangegeven van James gebruik te willen gaan maken. En We starten eerst in Nijmegen de komende maanden om James te testen. Om um, te kijken hoe werkt het, wat moet er nog bij, wat missen we nog. Echt fine-tunen alvorens we de stadsgrenzen uitgaan. Want het is wel het idee dat we met James landelijk de markt gaan bedienen. Want ook ja, in het hele land zoeken ze uh, goede medewerkers.